Hallo iedereen en welkom bij Vlogmasdag 13. Goedemorgen. Het is 9:10 in de ochtend. Ik zit hier op de bank met mijn mufke. Ze heeft weer wel last van haar tandje, hè, babe? Garm. Ik wacht op bevestiging van Celine. Dat die stuurt dat die naar de onthaalmoeder gaat vertrekken. Dus dan kan ik ook vertrekken. Dan ga ik naar kantoor. Allee, gaan we naar kantoor. Mups. Dus, hey. Koppeke. Die heeft graag kopjes. Hè. Dus daar wacht ik even op. Want anders ben ik daar veel te vroeg. En dan gaan we pakjes maken. Daarna naar de Casa in Ole. Want we hebben een samenwerking met Casa. Super leuk. Ik ben grote fan van Casa, altijd al geweest. Dus dat is wel tof om wat spulletjes uit te zoeken. Ik wil vooral voor een kersttafel gaan. Ook al vier ik het alleen met Niels, dat we toch echt mooie gouden borden en zo van die dingen hebben. Ja, het gaat heel anders zijn met twee, maar ik wil er wel echt volledig voor gaan en mee opmaken. Ja, dat we het heel mooi gezellig maken. Mooie tafel, mooie aankleding. Dus daar ga ik vooral voor kijken. Hups. Muffin wil graag heel veel aandacht. En Mupsy Pupsy. Schat. Ja. Kleintje. Waar is Milk? Milk! Waarom zit je daar zo naast de kast? Hè? Zo zielig. Kom ook hier. Nee? Oké. Nee. Oké, ik ga vertrekken. Ik ga nog... Oeps. Ik ga even mijn spullen hier insteken. Voilà, c'est ça. En dan, let's go. Ik ga eerst nog snel een briefje schrijven voor de postbode. Dat die... Dag schatjes, dat zijn we ze. Mama is niet zo lang weg hoor. Dat die de pakjes voor de deur mag leggen. En ik verwacht wel nog de pakjes. En anders moet je dat weer ergens gaan afhalen. Oh, dat is altijd zo niet doen. Maar gisteren had iemand mijn briefje weggenomen. Dus de... ik denk dat dat DHL was of zo. Die had mijn briefje weggenomen. Dus de volgende die hier aan de deur kwam, heeft een briefje in de bus gestoken. Maar oké, ik ga even schrijven. Pakjes voor de deur. Lieve pakjes, hoe moet ik schrijven? Oké, nog even mijn outfit tonen. Mijn jas is van vorig jaar van Totally Too. Mijn fake leren broek is van Stradivarius. Mijn schoenen zijn ook van vorig jaar Totally Too. Mijn blouseje of topje, zo'n wikkelhemd, is van Naked. En mijn tasje is van... The Good Night Macaroon of zoiets, denk ik dat dat noemt. So, let's go. Oké, in the office. Ik wacht nu op Celine. Ik ga pakjes maken. I guess I really don't know what Christmas is all about. Oké, ondertussen zijn we bij de Casa in Ole Shopping Park. Jij bent hier nog nooit geweest, hè? Dus ik één keer met Niels. Ja, dat is aan zijn kanten, hè. Dus. Ah ja, sorry. Ja, en nu gaan we naar de Casa. Yes. Shoppen! Lang geleden wel. Ja. Nee? Ja, heel lang geleden. En we mogen niet gaan fun shoppen eigenlijk. Ah ja, nee. Het is ook wel werkgerelateerd. Ja, het is wel, ja, dat had ik al gezegd. Ja. Dus het is ook niet voor de fun wat we doen. Maar toch wel leuk om nog eens te kunnen doen. Toch een beetje fun. Inderdaad. Oké, we zijn in de Casa. Oh god.
We went overboard, hè? Maar ze hebben wel echt heel veel mooie dingen. Ik ben terug thuis. Ik ga even een paar dingen laten zien die ik heb meegenomen van de casa. Ik ga nog niet alles laten zien, want ik ga ook een speciale kersttafel dekken. Dan wel voor Niels en mij alleen, maar toch om het gezellig te maken. Ik heb goudbestek 2 pakken, want 1 pak was maar voor 4 personen. En ik wou voor meer als we hopelijk na corona eens bezoek krijgen en etentjes kunnen doen. Dan hebben we 2 pakken goudbestek. Niels heeft ooit al wel eens goudbestek gehad. En ik moet zeggen, het afwasmachine ging dat wel af. Dus we gaan deze proberen met de hand te wassen. Dan heb ik nog zo'n klein zonnetje. Daar heb ik zo'n grote hangen. En ik dacht dat deze wel tof zou zijn voor daarbij. Okay, dan heb ik nog mooi inpakpapier, wit met gouden kerstboompjes. Even bij het inpakpapier leggen, maar onze gouden rol is bijna op. Dus dan heb ik nog wit met goud. Ik heb nog van die kerstboompjes. Die gaan ook voor op de tafel zijn. Dan heb ik kussens voor de slaapkamer. En deze ook voor op de tafel bij kerst. Ook echt super mooi. Die waren echt maar 3 euro. Echt zot. Dan heb ik nog een tafelloper. Zwart met gouden glitter. Nog een kaarsenhouder. Dan hebben we nog zo van die onderzettertjes voor kerst. Dan heb ik serviettjes. Zwart met goud en met Happy New Year. En dan heb ik nog van die sterretjes voor op de tafel te doen. Ook heel cute. Een dekentje. Zo'n ja, jutte wit dekentje. En wat zijn deze dingen? Moet ik al even nadenken. Let's see. Kijk, even kijken wat hier weer in zit. Ik ben echt al vergeten. Ah ja, een tas. Hier had ik nog een kerstmok. Met zo'n ja, een dingetje aan. Een truitje precies. Echt super cute. En nog 2 kerstboompjes normaal gezien. Zo lichtgevende. Eens kijken. Hey katjes. Katjes zijn hier en hier gaan kijken. Zo van die. Kijk hoe mooi. Dat wil ik ook voor op de tafel. Dus cute hè. We gaan ja, kerstavond vieren hier. Kerstdag ook. Eigenlijk gewoon alles. Dus dan ga ik fijn de tafel toch mooi kunnen dekken en zo. Dan gaan we ons fijn klaarmaken. Dat we toch zo ja, een fijne kerst hebben met ons tweekes. Ik ga even die dingen voor de tafel allemaal terug in de zak doen. Zodat ik die tegen eruit kan halen. Die kerstboompjes zijn ook wel echt super cute. Ik heb ook wel gedacht aan volgend jaar, als we hopelijk nieuwjaarsfeestje kunnen doen of kerstfeestje. En gewoon, oei, sorry Milk. En gewoon genoeg genomen zodat we dat tegen dan hopelijk kunnen gebruiken. Ik ga deze trouwens ook eens even open doen en eens kijken snel. Kom aan. Maar zoiets als dit kun je wel echt nog altijd gebruiken. Oh, zo mooi. Zo'n grote staander. Hier doet je een theelichtje in. Ja. En 3 euro, hè. Zot. Echt. Kijk, het koop. Dat is echt mooi. Yep. Ik ben heel blij met mijn aankoopjes. En ook de kussens, die zijn wel voor het bed dan. Dus die zijn niet per se voor kerst. Ja, voor mijn kamer een makeover. Daar ben ik ook heel blij mee. En die zijn ook echt super mooi. Het houten ja, tafeltje, zo. Ik weet niet als ik dat had laten zien. Maar dat heb ik ook meegebracht. Ook echt zo tof, vind ik. Super cute. Okay, ik ben in de IKEA, want ik kan mijn kasten afhalen. En je krijgt dus een polsbandje nu. Oh mijn god, hoe ga ik dat zelfs in godsnaam alleen aankrijgen? Dat is niet gemakkelijk, hè?
Oké. Ik weet eigenlijk niet waarom een godsnaam je een polsbandje krijgt. Maar oké. Polsbandje. Zo, ik ben toch nog een beetje festivalgevoel dit jaar. Ik ga mijn mondmaskertje opzetten, zo nieuw. En ik ga ook even de IKEA zelf binnengaan. Want ik heb besloten dat ik ook nog een plant wil voor op de slaapkamer. En ik moet nog twee lampen hebben. Dus let's go, hè. Ik film trouwens op mijn GSM. Want ik heb mijn camera niet bij. Ik heb mijn hotdog. Mijn cola. Wat spulletjes. En nu moet ik maar een kwartiertje wachten. Om hier mijn kasten op te halen ook. Trouwens, een super lief meisje in de IKEA ontmoet. Jana. Ik denk dat het Jana was. Ik hoop het. Ik was nogal even overdonderd. Oei. Ik heb hier bloed. Maar mijn vinger is aan het bloeden. Ik weet niet. Ik heb er straks op kantoor mee gesneden. Maar alleszins, dus Jana. Super lief dat je iets werd komen zeggen. Zij werkte daar. Echt een heel lief meisje. Zo spijtig in deze tijd dat je natuurlijk niemand een knuffeltje of zo kunt geven. Want dat is wel fijn. En ja, dat kan nu natuurlijk niet. Maar ik vond het wel heel fijn dat je iets hebt komen zeggen. Is it there anyone who knows what Christmas is all about? Ons eten staat op en ondertussen heeft Niels hier de tafel gedekt, want wij gaan Cook Ensemble kijken. Ik heb dat normaal opgenomen hier. Want Alessandra en Thomas doen mee. Twee van onze vrienden. Dus ze kijken eruit, hè. Vandaag maken we een supersnelle sushi. En om geen tijd te verliezen, houden we onmiddellijk al 350 ml koud water in onze pot doen. Ons eten is klaar. We hebben heel veel zoete aardappelpuree. Met zalm, citroentje erop en broccoli en tomaatjes. En ondertussen zijn daar zo in de linker onderhoek Alessandra en Thomas aan het koken. Ik wil deze Royal Frisbee Bacon menu. Maar je moet dat zelfs zeggen, goed? Want ik kan dat niet nu onthouden. Ik zou niet goed zijn om in de horeca te werken. Ik kan ook al een hamburger pakken, want ik heb honger. Ja? Oké. En nuggets. Ik heb chicken tenders en Big Mac menu. Ja. Noemt dat zo wat ik altijd neem? Ja, large Big Mac menu zonder large kaas. Large Big Mac menu zonder kaas. En chicken tenders met chili mayo. Chili mayo. Oké, spannend. Spannend! Oh ja, welke zou ik nemen? Ik denk dat voor u het veiligste is dat je die broodste neemt. Ja. Maar ja, hier staat hier nog maar één iemand. Ja, en deze gaat doorschuiven. Ah, nee. Ja. Nee, toch niet. Gezellig. En heel zijn de auto. Zeer gezellig. Is dat erg? Nee, dat lijkt me. Ga ik dat kunnen? Jij kunt dat wel. Oké, doe het dan. Doe het. Allee, Volvo, rijd door. Geduld, babe. Ik heb geen geduld. Meneer Volvo, rijd niet door, hè. Smeerlap toch. Ik heb het niet op Volvo, hè. Wat zijn dat? Oude mannen. Toch, Celine heeft een Volvo. Ja? Ja, ja, oei. Nee, het zijn dus niet altijd oude mannen. Foutje. Foutje van de firma. Als die Volvo nu dus 1 centimeter naar voren kan gaan, hè. Tafelaars. Hallo, een large Big Mac menu zonder kaas? Ja, dat zou dan zijn. Cola Zero en mayonaise. Ja. Dan de crispy chicken tenders. Ja. Met chili mayonaise. Ja.
Ja, zeg maar. Royal Crispy Bacon Menu Large. Royal Crispy Bacon Menu Large. Pauze aan. Mayonnaise en cola zero. Dan een cheeseburger. Ja. Een cheeseburger. En 6 nuggets. Ja. En 6 chicken nuggets. En 6 nuggets. Ja. Saus erbij? Saus. Curry. Curry. Ja. Dat was het. Maar je door hebt een nummer 91. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. De bestelling nummer is 91. 91, ja. Oké. Ik zal weer eens laten zien hoe dat je moet. Oké, kan. Kom voorzichtig even aan thee daar, die zie je zo kort al. Oef, ja, amai. Zoete kaas. Zoete kaas. Oei. Wat kan ik voor je doen? Mercedes, dat was niet tegen u. Nee, Mercedes. Zwijg. Op dit moment is er slechts één telefoon verbonden. Ja, dat weten we. Ja, dat weet ik. Dankjewel, dag. Dank u. Thank you, girl. Hoi, kaas. Hij komt hier elke week, jij. Wat niet gelogen is. Zijn we klaar, hè? Alles in ontvangst te nemen. Oké, heel snel. Wat niet? Ah, oké, okay. Maar daar staat iemand. Ik heb ook niet meer. Ah, oké, okay, super. Dank je. Tweede raampje. Dat is nieuw. Drukken. Zo weer in dit, hè? Ah, sausjes. Ik ga direct wel eens even aan die vuilbak stoppen, want hier zit ook van alles. Ja, dat kaartje maar bij. Wat? Die 91. Ik weet dat we 91. We hebben bewijs. Waarom? Weet je, ik zal anders zo doen, hè? Ja. Dat doet dat, ja. Ik ga dat doen, hè? Denken die mensen dat je daarmee, nee, dat je daarmee belachelijk aan het maken? Jij zegt dat ik de nummer moet laten zien, dat ik dat moet bijhouden. Ik zei dat niet, hè? Hallo, nummer 91. Dankjewel. Hey, die was aandachtig, hè? Allee, die was wel aandachtig, enthousiast. Ja, schattig. Die madame die komt er nog mee op. Ik ga hier even de dingen weggooien. Oké, okay, we hebben McDonald's gehaald, dus trouwens de volgende dag. Ik denk dat ik gisteren niks meer heb gefilmd en ik dacht dan film ik vandaag nog een klein beetje, want ik zit nog 2 dagen voor ongeveer. En ik dacht dan film ik gewoon nog een beetje eraan, anders is de vlog zo kort. Maar we hebben dus mayonaise, chili, curry, chili mayo en dus McDonald's. Lekker. En ik denk dat we dingen gaan kijken. Blackout of zo. Ik weet het niet wat we gaan kijken. Zullen we het zo zien, hè? Yummy. Yummy. Is het lekker? Ja? Mm. Oké, okay, om een of andere reden zijn we al pakjes aan elkaar aan het geven. Waarom? Ah ja, omdat daar zit iets in wat je morgen kunt gebruiken. We gaan morgen wandelen. Daarom. Maar je weet waar. Niels is aangekomen met coronakilo's. Wat? Ja, Niels zijn jas past niet meer en we gaan morgen in Ardennen wandelen. Dus hij moet wel echt een jas hebben. En kijk wat ik heb gekregen. Echt de meest perfecte, mooie waterkoker ooit. Die perfect bij onze keuken past. Ik vind hem echt zo mooi. Echt super mooi. Ja, je moet dat aan doen, hè? Het is wel een large. Dat mag wel, denk ik, zeker voor de. Ja, en met een trui eronder. En dat model was heel lang. Nee, dat model of die foto's. Was heel lang. En die had een medium aan. Ja, en dat kwam zo heel kort. En ik dacht, ik wist het zo niet. Dat is wel mooi. Ja, die had misschien wel iets kleiner gemogen, niet? Kleiner? Alhoewel, maar nu heb je alleen een t-shirt aan, hè? Ja. Ik geef ook al een tweede cadeauke, want dat één wist hem al wat het was.
Dus ik geef al een tweede cadeautje. Echt zo random op mijn vrijdagavond, maar oké. Vrijdagavond is dan de feestelijke dag. Ja, dat is waar. Het is 2 weken voor kerstmis vandaag. Hè. Goede vrijdag. Nee joh. Dat is de week ervoor, niet? Elke vrijdag zeg je dat goede vrijdag. Ja. Rot en bal, dat is een goede vrijdag. Oh. Ik hoop wel dat het goed is. Dat het juiste is. Want er waren meerdere opties. Assassin's Creed Valhalla. Aanvullende digitale content. Ja. Oh, dat heb ik niet op gelet, maar ja, er waren verschillende van Assassin's Creed. Oh, een PS5-upgrade beschikbaar. Zodat als je PlayStation 5 koopt, dan werkt dat nog. Ah, oké. Okay, dat is goed, top, hè? Ja. Yes. Dank u. Het is ondertussen 10:30 en we gaan de vlog afsluiten. Ah. Ja, hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up! Laat ook een leuke comment na en we zien jullie in de volgende vlog. Stel weer! Doei.